En met deze keukenhofbus gaan wij onze dienst beginnen. Lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video hier op Quinca. We zijn hier in Gouda. En zoals je kan zien heb ik hier mijn bus klaargezet voor de dienst van vandaag. Ik neem je vandaag mee, ook met rijbeelden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maar eerst wat vertellen over deze bus. Deze bus heeft een aantal gedaantewisselingen doorgaan. Want het was eerst een blauwe Q-liner, want hier heb ik mee gereden toen het op Krimpen aankwam. Tenminste, toen ik net in Krimpen begon, waren deze bussen nog eerst blauw. Toen werden ze rood. Toen werden ze Brabants, wat zie je nog. En toen werden ze Airnet, 6 Brabants, 6 Keukenhof. Dus dat is wel grappig. Nou ja, we gaan het niet maar beginnen met deze bus. Ik neem je mee, want deze keer heb ik de camera wel bij me. Zo, ik ben hier via de matroute, via Gouda ben ik hier in een woonwijk aangekomen die nieuw wordt gebouwd. We zijn er lekker druk mee bezig. Een paar jaar geleden reed hier de 177 nog. Nu rijdt alleen de 386 hier. Maar moet je eens kijken jongens. Heerlijk weertje weer vandaag, het zonnetje schijnt. Ik heb er weer zin in. Ik sta hier wel een beetje, ik sta wel een beetje raaien. Maar dat komt omdat er best wel veel tijd zit in deze materieelroute. Dus dan wacht ik altijd nog even mijn tijd hier af voordat ik daar overal te vroeg rijd. En dat is niks frustrerender dan te vroeg rijden aan op je eerste rit. Dus vandaar. Maar ondertussen ben ik lekker van het zonnetje aan het genieten. Heerlijk. Dit is toch mooi jongens, hier doe je het ook voor. Moet je kijken joh, heerlijk. Oh, zonnetje. Even bijbruinen. Ja, ik begon blank vanochtend, dus dat komt goed aan het einde. Nou, ik ga maar weer in de bus in, dan gaan we maar weer rijden. En dan gaan we met deze keukenhofbus weer verder, zou ik je zeggen. Ik vind het eigenlijk leuk dat ze nog even die keukenhofbestikkering erop hebben. Ik weet niet hoe lang dit blijft en of dit gaat blijven tot einde. Ik denk het bijna wel. Maar ja, dat gaan we allemaal wel zien, joh. We gaan lijn 382 rijden in de richting van Den Haag Centraal vanuit station Waddinxveen. Deze complete routefilm zal binnenkort beschikbaar zijn op het kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet om op het abonneerknopje te drukken hieronder aan de video. Abonneren kost geen geld en is compleet gratis. Veel kijkplezier!
wil ik jullie nogmaals enorm bedanken voor het vastkijken naar mijn busvlogs. Dit is voor mij een grote droom die dankzij jullie steeds meer in de buurt komt. Ook ben ik heel blij dat ik mensen kan helpen in het maken van de stap richting het busrijden. Elke week zal er op woensdag en zaterdag om 4 uur een video verschijnen. En daarbij wil ik ook gelijk mijn beste maatje Yusuf bedanken voor zijn inzet om elke dag shorts op dit kanaal te uploaden. Bedankt maatje. Oké, nu door naar de video.
ziens, fijne dag nog. Dag, jij ook hè. Dank u. Dag. Dat was weer een ritje 382. Altijd even lekker om deze week te rijden, vooral met een Volvo. Ja, je hebt natuurlijk de vlog van woensdag gezien. Toen stond ik hier ook. En toen was ik met een VDL. En nu ben ik met een Volvo. Dus ja, verschil moet er wezen, hè, jongens. Kijk eens aan, we komen al heel veel op Den Haag de laatste tijd in de vlogs. Alleen maar leuk. Ga ik hem even naast mijn collega zetten van Krimpen. Kijken of er iemand in de bus zit. Ik zit weer op mijn vertrouwde plekje achter in de bus tijdens mijn pauze. En ik zat zo te kijken van deze bussen echt luxe eigenlijk. Hè? Je kan gewoon nog steeds opladen hier met USB-poorten. En de stopknoppen zijn heel apart. Een heel airco en unit systeem zit hierboven. Dat wist ik natuurlijk al. Je hebt zo ook een leeslampje nog. Dus voor de 2012 vind ik deze bussen echt luxe. Ook met een tafeltje erbij. Dat is echt netjes. Oprecht. Sowieso komen alle ritten in zijn compleetheid gewoon online op het kanaal. Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga die allemaal monteren. En dan komen ze één voor één online op het kanaal te staan. Dus houd dat even in de gaten. Ik ga in ieder geval nog even lekker van pauze genieten. En dan ga ik zo weer verder rijden als 386 richting Gouda. Nou, kijk eens wat een mooi shot, jongens. Tussen de bloemetjes. Half afgestorven, maar het moet nog groeien. Staat de bloemetjesbus. Ja, is toch goud? Nou, nu we het toch over goud hebben. Ik ga naar Bodegraven. Heeft niks met goud te maken. Maar trouwens, je kan trouwens ook heel goed zien wat een Euro 6 bus is. En wat een Euro 5 bus is. Je ziet het ook aan de rand. Zie je dat de randje is hoger dan bij deze bus. Dan kan ik het verschil aan zien trouwens. Voor mocht je het afvragen. Maar ik ga deze bus nu inleveren voor een helemaal groene bus. En dan ga ik naar Bodegraven. En mijn GoPro is zo net leeg gegaan. Op de 386 zoals jullie hebben gemerkt. Hij viel opeens tijdens het rijden, viel die uit. Het is gewoon wat oudere GoPro. Ik moet daar binnenkort weer eens een nieuwe voor halen. Maar ik denk dat dat pas bij de Cubus periode gaat zijn. Als ik daar ook mag vloggen, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Ik zeg wel dat het allemaal gaat lukken. Maar het kan zomaar zijn dat het dus niet mag. En dan moet ik dus daar toestemming voor gaan vragen. Of misschien mag het helemaal niet, dan houdt het op. Dus ja, hou er rekening mee. Ja, ik ga in ieder geval mijn bus even inruilen voor mijn bus naar Bodegraven. En dan spreek ik jullie zo. Je zal het vast niet geloven, dames en heren. Maar net tijdens het rijden merkte ik wat op. Ik had het idee alsof ik een klapband had in het middelste wiel achter. Dat kan ik nou niet even laten zien, want het is een beetje gevaarlijk hier. Maar ik heb dus even de bus aan de kant zitten voor de veiligheid gekozen. En nu komt er zo een andere bus. Die neemt de rest van de passagiers mee. Dus ja, ik heb er even voor gekozen om mijn passagiers te laten uitstappen. Omdat ik vertrouwde het niet helemaal. Natuurlijk, op het moment dat dit soort dingen gebeurde, kiezen we voor de veiligheid. En dat heb ik nu ook gedaan. Dat is heel goed. Nu komt er iemand aan om even te controleren of het echt daadwerkelijk zo is. Want ik kan het natuurlijk niet zien hier. Het is een beetje link. En ik heb daar ook niet de spullen nu voor om daar onder te gaan kijken. Dus er komt iemand aan om dat te doen. Dus ja, dat is weer iets bijzonders voor de vlog, jongens. Heb ik weer dit. Leuk hoor. Althans, minder leuk natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, de reddende engel is er hoor. Even kijken wat het probleem is. En dan hoop ik dat ik het goed heb. Want ik heb natuurlijk net al aan jullie uitgelegd waarom ik dit heb gedaan. Want ik was tijdens het rijden, hoorde ik door het raam hoorde ik een klap. Linksachter. En het kan voor alles zijn geweest. Misschien was het al iets anders. Maar ja, dat is voor de zekerheid even iemand gebeld om te kijken of het echt zo is. En ja, als het niet zo is, dan heb ik gewoon goed gehandeld. En dan is het wel eens, heb ik ook goed gehandeld. Dus het is altijd, mocht je zelf chauffeur zijn en je komt in een situatie waar je zelf denkt van ik vertrouw het niet helemaal, dan moet je bellen. Maar dit is ook echt de eerste keer in 6 jaar of bijna 5 jaar dat ik dit meemaak. Geen grap, dat ik dit zeg maar heb moeten bellen omdat ik iets niet vertrouw. Ik hoorde echt keihard, dat hoorde ik wel, ik hoorde echt gesis hier, weet je wel. Oké, okay, ik hoor dat, ik denk ik ga voor de zekerheid kijken, want ja. Weet je, anders had ik hem op de halte gezet hier, maar het was echt gewoon even van de dusdanig. Ik dacht van ik ga gelijk even checken wat het is. Hij zegt het. Materieelbeheerder gaat nu even met een stok kijken of hij toch kan checken of het binnenwiel is. Tot nu toe hebben we nog niks gevonden, dus het kan zijn dat het loos is, maar... Lekker band. Lekker band? Ja? Yes! Nou, niet yes. Ja, ik wist het. Ik heb niet aan mezelf getwijfeld. Nou, ik had dus toch gelijk, jongens. Het is een lekke band. Is het wel zo dat ik hier nog wel mee naar de stalling kan rijden? En dat is puur op het feit omdat we overal binnen doorgaan. En eigenlijk, je kan hier gewoon nog mee rijden. Alleen niet met passagiers. Dus de passagiers hebben we hier gelaten. En ja, nu ga ik dan naar de stalling rustig gaan rijden. En dat scheelt ook weer een hele hoop natuurlijk. Ook vooral omdat ik hier best wel in de weg sta. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Ik spreek jullie zo, ik hou je op de hoogte. Nou, daar gaat hij hoor, de one and only Dennis.
Het is dus oprecht een lekke band. Het is dus binnenband. Trouwens, voor de mensen die zich afvragen, ik sta hier nu. Ik had oorspronkelijk 40 minuten pauze teruggehouden, dus ik hoef nog niet weg. Dus ik kan nog even uitleggen wat er nou precies aan de hand was. Ik reed 85 in de richting van Bodegraven en tijdens het rijden merkte ik een knal op. Een best wel harde knal. En het kwam van links af. Links. Ik heb nu even allebei mijn oortjes in. Dat was ook even muziekje aan dat onderweg hierheen. Dat is niet zo erg. Maar als ik pasje in heb, heb ik één oortje eruit. Dus voor de mensen die zich daar afvroegen. Maar oké. Even verder. Dus ik had, ik had gelijk door van, dit is niet best. Dus ik had die bus eigenlijk vrijwel direct aan de kant gezet. Omdat ik eigenlijk op dat moment niet vertrouwde van, ik vertrouwde niet helemaal. Er was wat aan de hand. Dus maar ik had de verkeerslijn gebeld. Nou, ik werd gelijk teruggebeld. En die zeiden van, nou blijf maar even staan op die plek. En dan kijken we daarna verder. En ja, toen kwam Dennis, zoals je net hebt gezien. Ja, het is inderdaad een lekke band, een binnenband, niet de buiten. Alhoewel ziet deze er ook wel aardig zacht uit. Het begint ook een beetje lek te lopen. Daar lijkt het wel een beetje op. Kan ook aan mij liggen hoor, maar ja. Hartstikke vervelend natuurlijk, maar de pasjes die kon nog even overstappen op de andere bus. En ik ga nu even mezelf klaarmaken voor mijn volgende rit. Want mijn bus staat daar klaar. Ze hebben voor mij weer een andere bus neergezet. Lief, hè? Het is echt bizar wat ik de laatste tijd mee. Want dit heb ik nog nooit mee. Want dat pech en zo, weet je, heb ik ook niet op die manier meegemaakt. Dus ja, nu heb ik dit weer een keer meegemaakt. En klap, want ik zei eergisteren al tegen mezelf van, ik zou het echt heel eng vinden als dat mij een keer zou overkomen, zo'n klapband. Nou, nu is het dus gebeurd. En ja, moet je zeggen, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Het was wel een klap, maar niet heftig of zo. Nou, dat is ook een beetje stoer praat nu, hè, wat ik nu doe. Dus ja, maakt ook niet uit. Ik ga even alles weer inpakken, mijn camera, en dan ga ik naar de andere bus. Let's go! Ik ga hem dus nu eraf halen. Nu wordt de bus omhoog getild. Super interessant om te zien. Kijk, met deze machine doet hij dus die bus helemaal omhoog. Zodat je gewoon goed kan, bij de banden kan. En ik ga het hem zo eraf halen. En dan gaan we kijken hoe groot het gat is in die middelste. Ik hoop dat het een beetje, ja, dat het meevalt. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Sowieso komt er een nieuw bandje op, dus dat gaan ze nu doen. Maar hij is echt heel snel. Je kan trouwens zien dat die bus echt helemaal scheef staat nu. En zo ziet het er dus een beetje uit. Misschien kan ik van onder nog wat kunnen laten zien. Ja, je ziet hem echt. Hij staat letterlijk van de grond af, als je het een beetje goed kan zien. Wel interessant, hè, jongens. Heb je ook een beetje een inzicht van het leven als buschauffeur? Nu zie je dus ook dat dit soort dingen ook gebeuren. Maar ik vond het wel interessant om dit even te laten zien hoe dit werkt. Het is trouwens best wel ongemakkelijk, denk ik, een beetje, om dit allemaal te filmen. Ja, dat is voor mij ook nieuw. En die man zou ook wel denken. Maar, maakt niet uit. Weet je, het is... Geef het toch wel. Nou, zo ziet zo'n binnenband er dus uit. Echt heel interessant om te zien. Dat is gewoon eigenlijk exact hetzelfde als een buitenband, lijkt het net. Supermooi. Nou, er is dus een andere bus van mij neergezet. En die staat nu daar. Maar ik denk dat misschien wel met deze verder kan. Ja, het is echt een goed gat zoals je kan zien. Echt gewoon een hele inslag. Ja, we hebben gewoon goed nieuws gekregen. We kunnen gewoon met deze bur... Met deze bus gewoon rijden. Deze bur. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik moet mezelf echt laten checken. Want ik heb af en toe echt van die versprekingen waar je echt denkt, hoe kan je dat nou doen? Maar we hebben de bus dus weer terug. Hij is gemaakt. Nieuw binnenbandje erop. Het was een aardig gat. Ik zal de foto nog even laten zien. We hebben natuurlijk ook gezien hoe het op het beeld was. Maar ook wel interessant om dat te zien. Dus ja. Jongens, ik had beloofd als ik content zou maken, heb ik content. En bij deze krijgen jullie mooie content. Nou ja, ik ga nu naar Gouda station. Ga ik de 190 nog een keer rijden. En als er nog iets bijzonders gebeurt, dan hoor je dat vanzelf wel. Maar ja, erger dan dit kan dat toch niet, hè? Ik moet dat soort dingen niet gaan zeggen. Ik ga maar gewoon rijden. We gaan de bus achterlaten na een drukke rit 190, waar ik zelfs voor de brug heb gestaan, waardoor ik geen tijd meer had om op Alexandrium te filmen. Ga ik nog een keertje doen, maar we nemen afscheid van de 8784. En de banden zijn weer gemaakt, dus ja, voor de chauffeur die straks meeneemt, je hebt een nieuw extra wiel. Oh nee, die kan je toch niet menen. Klinka is weer die verdomde outro vergeten. Elke keer is het soms feest. Maar Klinka weet dat jij dit hem wel vergeeft. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Hij heeft een lekker band, die is lek, die is lek. Hij heeft een lekker band, hij was niet gek, hij was niet gek. Hij heeft een lekker band, oh, 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 oh. Walter van der Waal had het door, de band van Klinka zakte eronder door. Van de lees dat het alleen niet gezien, maar die wou alleen in.
in het liedje bovendien. Wil jij nou ook in een lied? Laat het in de reacties weten. Oh. Hij heeft een lekker band. Hij was niet gek, hij heeft een lekker band. Oh, oh, oh. Abonneer op Quinka. Abonneer op Quinka. Abonneer op Quinka. Van Quinka zakte er onderdoor. Brian van der Lees had het alleen niet gezien, maar die wou alleen in het liedje bovendien. Wil jij nou ook in een lied? Laat het in de reacties weten. Oh. Hij heeft een lekker band. Die is lek, die is lek. Hij heeft een lekker band. Hij was niet gek, hij was niet gek. Yeah.